Erik Heesjes uit Lierop ontving op woensdag 26 april de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook Erik was verrast toen hij burgemeester Delia Blok voor zijn neus zag verschijnen. Ja, dat was hij zeker. Ja. Wat dacht ik, het is bijna 1 uur, nou komen ze niet meer. Nee, dat dacht ik niet. Dat dacht je niet. Stond eigenlijk al op het punt om ergens anders in te gaan. Maar... Mag ik uit? Geachte heer Heesjes. Beste Erik. Het is vandaag een bijzondere dag. En vandaag ligt het initiatief een keer niet bij u. En dat is eigenlijk op zich al heel bijzonder. Want u bent een initiatiefnemer, een organisator, een entertainer, een zanger, een verenigingsmens, een familieman en ondernemer. U bent met recht een topper te noemen. En dat is iedereen hier aanwezig vast met mij eens. Ik weet niet hoe u het allemaal voor elkaar krijgt. En het lijkt wel alsof uw dag meer dan 24 uur heeft. Het doet me in ieder geval deugd dat ik daar vandaag toch een minuut of 10 vanaf mag snoepen om speciaal dat zonnetje is daar te laten schijnen. We gaan even terug in de tijd. Sinds 1988 bent u actief in het vrijwilligersleven van Lierop. Muziek is uw lust en uw leven en op het toneel voelt u zich als een vis in het water. Als u een microfoon in handen krijgt, dan valt er zelden een stilte. Met een behoorlijke dosis humor zorgt u voor heel wat uurtjes vrolijkheid en vermaak. Maar u staat ook aan de basis van veel evenementen en activiteiten en speelt daarmee een grote rol in de zo kenmerkende gemeenschap van Lierop. Maar liefst 12 jaar was u vorst bij carnavalsvereniging De Kouvoetjes. Een belangrijke taak die u op het lijf geschreven was. Wat een spreker is die man. Dat horen we mensen wel eens zeggen. Maar dat geldt zeker voor u. En dat wordt ook nog eens door velen gewaardeerd. Dat overkomt ook niet iedereen. Ook de Bonte Avonden en het Liedjesfestival konden op uw enthousiaste inzet en regelvermogen rekenen. Organiseren, liedjes schrijven voor wie maar wil, op het nippertje een act bedenken en dan ook nog even het evenement zelf presenteren. U draait er uw hand niet voor om. Op 11/11/2011 ging u als prins van het Kouvoetenland voorop om van dat carnavalseizoen een groot feest te maken. Voor jong en oud. En het werd natuurlijk een geweldig jaar. Nog steeds kan de vereniging op uw actieve inzet rekenen en daar zijn ze maar wat blij mee. En bij gebrek aan muzikale inbreng op de Bonte Avond van 1999 vraagt uw buurman Willy u om hulp. Samen zet u in 3 weken tijd een sketch in elkaar, tot groot genoegen van het publiek. Het is de start van cabaretgroep De Buurmannen. De 4 buurmannen, die later daar toch ook een buurvrouw aan toevoegde, met z'n 5 treedt u op bij feesten en partijen in het dorp. En ook heel wat bewoners van verzorgingshuizen konden dankzij u genieten van een geweldige show. Ook met de Wibra's bracht u heel wat lol op de planken. Van 1995 tot 2008 zong u De Sterren van de Hemel en dat was nog niet alles. Danspasjes leren, teksten schrijven en het optreden aan elkaar praten. Avonden en weekenden op het podium en tussendoor vrijwillig optreden in bejaardenhuizen voor het Rode Kruis, het Summerstridium en de KBO.
Het was altijd, als u gevraagd werd, ja, ik kan. Twee kerstshows brachten bovendien nog een geweldig bedrag op voor een project in Borneo. U heeft het hart op de goede plek zitten. Dat mag duidelijk zijn. In 2002 werd u voorzitter van fanfare Sint Willibrordus. Dat bleef u 3 termijnen, waarna het statutair verplicht is om af te treden. Dat deed u toen ook. Maar de fanfare geniet gelukkig nog steeds van een betrokken vrijwilliger. Innoveren, presenteren, auditeren, sjouwen en opbouwen om elke keer weer een succes te maken van de Lierop Live concerten. En speelt de fanfare buiten het dorp of op een concours, dan zorgt u ervoor dat het instrumentarium veilig en wel op de goede plek komt. Ja, als u iets doet, dan doet u het altijd met passie. Dat is intussen wel duidelijk. Maar de Lieropse passie die u in 2016 voor het voetlicht bracht, is toch wel van een andere orde. Al jaren speelde u met het idee om het paasverhaal een Lieropse draai te geven. U was initiatiefnemer, organisator en regisseur van de eerste succesvolle editie. En u richtte daarna de stichting Evenementen met Passie op. Ook in 2018 zette u dit grootste evenement weer op touw. Maar na 2 keer in de Koepelkerk vond u het tijd voor verandering. Vorig jaar genoten ruim 700 mensen dan ook op het plein voor de kerk van de eerste buiteneditie. Het was wel een beetje koud. Ik ben benieuwd wat we nog mogen verwachten de komende jaren. En ik denk veel Lieroppenaren met mij. Chapeau voor dit prachtige, passievolle initiatief. Ja, en tussen al dat organiseren en optreden door, heeft u toch echt ook een privéleven. Met bijbehorend lief en leed. Want voordat u definitief afscheid moet nemen van uw vader, belooft u hem zijn plekje in mannenkoor a cappella over te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. Zo werkt dat bij u. En in 2021 neemt u dan ook dat voorzitterschap maar over. U komt met nieuwe en verfrissende ideeën. En intussen melden zich dus al nieuwe leden aan. De traditionele jaarmarkt is ook altijd tot in de puntjes verzorgd. Mede dankzij u en de vele vrijwilligers. En de muziekcommissie heeft er ook een waardevol lid bij. Zo kun je een droevige gebeurtenis in je leven een hele bijzonder mooie draai geven. Ondanks al dat vrijwilligerswerk speelde u het toch klaar om met Ine 4 kinderen op de wereld te zetten. Wanneer dat er allemaal gebeurd is, dat willen we niet weten. Maar... En, ik zag het net al even en je ogen stralen, u mag ook al opa spelen voor 2 heerlijke kleinzonen. Dat we hier te maken hebben, mensen, met een mooi gezin, blijkt ook uit het feit dat uw moeder sinds 2017 in een mantelzorgwoning bij u woont. Dankzij de zorg en de betrokkenheid van u en uw gezin kan uw moeder zelfstandig wonen, ondanks de toegenomen gezondheidsklachten. Dat is voor u misschien heel gewoon, maar in werkelijkheid tot echt heel bijzonder. Beste meneer Heesius, u bent van onschatbare waarde voor Lierop en alle mensen die u persoonlijk heel dierbaar zijn. U geeft jong en oud talent de ruimte. U zorgt voor samenhang, bent bijzonder hulpvaardig en neemt altijd weer het initiatief om een project te starten waar veel mensen van mogen meegenieten. En wat fijn dat u nog zo jong bent. Lierop kan nog heel lang van u profiteren. Ik kan best nog even doorgaan, maar ik denk dat het goed is om over te gaan naar het officiële gedeelte van mijn bezoek. Want de rest van de dag zal er ongetwijfeld nog genoeg gebeuren. Dus, geachte heer Henricus, Josephus Catharina Heesius. U bent zeer betrokken en heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. U bent iemand die zich al geruime tijd ten dienste van de samenleving heeft ingezet. En gezien de duur en de aard van uw verdiensten, heeft Zijne Majesteit de Koning besloten u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En het is mij een groot genoegen om de bij deze koninklijke onderscheiding behorende versierselen nu
bij u op te mogen spelden. Van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding. Ik hoop dat u het met mij eens bent, want wij denken dat het van harte gegund is. Gefeliciteerd. Geniet ervan. Ja, zeker wel. Nou ja, dat scheelt wel, hè? Gelukkig dat de laatste binnen, zag geen tijd gehad. Maar nu moest er voor één uur klaar zijn, hè? Ik snap hem. Ja. Van harte gefeliciteerd, Erik. Nou, dankjewel. En bedankt voor alles wat je doet. Ja. En natuurlijk, mensen, kan dat alleen maar als er iemand is die dan thuis de aardappels schilt en zorgt dat hij overal op tijd is en helpt. Het is een mooi boeket. Ik doe jullie samen. Dankjewel. En nog de cassette met de dragies in je oorkonde, gebruiksaanwijzing wanneer je wel mag dragen, niet mag dragen. En ik hoop dat je er nog heel veel jaren van mag genieten. Ik heb net moeders al gesproken. Ja. Ontzettend trots en heel blij dat ze erbij mag zijn. Dus ik denk heel bijzonder. En nu gaan we voor... Lang zal het leven, lang zal het leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, hiep. Hiep, hiep. Hey, proficiat. Dankjewel, Erik. Welkom bij de club. Ja, ik zie het. Ik zie het. Hey, ja. Proficiat. Dankjewel. Toen ik de deur opendeed, zag ik wel dat ik er niet op gekregen had. Nee, ik was eigenlijk al achteraf beginnen. Nou, wel een beetje te dagen, maar nee. Ik zat, want er gebeuren dingen, bijzondere dingen om jou heen nog niet? Ja, nou ja, normaal is dinsdag onze oppasdag. Dat was wel verschoven, maar dat kan. Dat gebeurt wel ooit vaker. Maar dat in een keer dan de hele inrit vol staat, dan dat is iets wat ik niet. Nee, daar had ik niet in de gaten. Nee. Wat vind je ervan? Ja, mooi. Mooi als het gewaardeerd wordt. Maar goed, je doet het met liefde en plezier. Dat weet jij net zo goed als ik. Ja. Maar het is toch een blijk van waardering van mensen. Dus ben ik er blij. Mensen zeggen, ik ben blij dat je jong is. Je moet nog een tijdje vooruit hier leren. Je kunt niet zomaar stoppen nou. Nou nee, ik heb ook niet de intentie om dat te doen. Dus nee. Daar waar... mensen hebben een lintje, dan stoppen ze ook wel mee. Maar dat is dus bij jou niet. Nee, daar waar ik kan, probeer ik toch nog mijn bijdrage te leveren. En goed, de burgemeester had het ook al opgenoemd. Het zijn nu wel kleinschalig, maar met a cappella zijn er nog voldoende uitdagingen. En ik denk in zijn geheel met de stichting Evenementen met Passie proberen we Lierop nog zo lang mogelijk levendig te houden. Ja. Ja. Dus maar eens een dagje in dat te komen. Ja, dat zal voorlopig wel lukken, denk ik, als ik hier zo kijk. Heb je wel vandaag veel volk op de vloer? Ja, ongetwijfeld, dat denk ik ook. Ja, super. Ja. Ik denk dat een cateringbedrijf moet komen of een party. Ken iemand. Komt goed. Je had jongen, dik verdiend. Erik, Fischer, hè? Ja, inderdaad, dik verdiend. Ja. We gaan allemaal komen met volgende taal in Nigeria. Hartstikke mooi, jongens. Een beeld hier, Ja. Fischer, jongen, dik verdiend. Ja. Kleine geetje, maar dat komt er nou alweer. Join the club, hè? Ja. Met mijn broer Joop heb ik gebeld dat jij onderscheiding zou krijgen. Dat niet. Veel goed te doen. Joop en Mia. Ja. Graag. Ja. Dank je.